Ja, dit is een prachtige dag. Moet u kijken, heldere hemel. We staan hier in Bemmel met deze fantastische meneer. Want u loopt niet de eerste keer mee, dat kan ik zo zien. Nee, de vierde keer. En hoe is het vandaag? Ja, fantastisch. Mooi weer, mooie mensen. Die hadden het wel eens nog meer. En hoezo heeft u vier keer geleden gedacht, ik ga meelopen? Wat was het? Ik ben gestopt met werken, dus dan krijg je tijd vrij. En je moet toch af en toe wat weg van je vrouw. Dus dit is een soort opvultijd om toch eens alleen naar ergens anders naartoe te gaan. Mag ik hieruit opmaken dat als u over een paar dagen thuis komt, dat u nog verliefder bent op haar? Ja, heel stuk. Maar nu heb ik zoveel vergelijk gezien en niemand kan er aan tippen. Ik sta hier in Bemmel nog steeds, maar nu met een hele bijzonder iemand, namelijk de burgemeester. Noem ik u burgemeester? Ja, dat klopt. Ja, burgemeester Nelly Kals. Nelly Kals, u staat vandaag in het zonnetje. Ja, dat kan je wel zeggen. Letterlijk en figuurlijk. En het is ook mijn eerste keer. Gelukkig dat de Vierdaagse nu weer door Lingewaard komt. Want ja, dat hebben we 3 jaar niet gehad. Wat gaat Bemmel vandaag in het bijzonder bieden aan de lopers? Nou, we hebben natuurlijk gewoon prachtige natuur hier. Het groen is hier fantastisch. En ja, kijk naar deze omgeving, het kasteel. Ja, mooier kan je toch niet wensen. U denkt, ik neem even mijn eigen moment. Ja. Wij dachten, dit jaar doen wij eens een keer rustig aan. Ik heb jarenlang de 50 gelopen. Dit is het eerste jaar dat ik de 40 loop. En we hebben gezegd, afgesproken van tevoren, we gaan echt nou genieten. Niet met dat jagen, dat hurry up. Elk moment of een gevulde koek of een koffie pakken we koffie. En nu waren we tijd aan dat er een biertje moest komen. Dus wij denken van, die nemen wij. Toch gek hè, dat mensen dan zo opgejaagd worden om dan met de groep mee te gaan. Nou, niet met de groep mee te gaan, maar als je 50 kilometer loopt, dan moet je echt wel aanlopen. En dat hebben wij altijd gedaan. En nu, omdat we nu natuurlijk boven de 50 zijn, ja, dat zou je niet zien, maar het is wel zo. Mogen we nou dus 40 lopen. En dat is heel relaxed. Ja. Maar ik moet zeggen, zou u dan mensen ook kunnen adviseren om te zeggen, lopen we van toe de 40 in plaats van de 50? Nou ja, kijk, mannen onder de 50 moeten sowieso natuurlijk de 50 lopen. Die hebben natuurlijk geen andere keus. Dus, maar als het moment daar is, zou ik echt naar de 40 gaan. Of je moet helemaal wild zijn van 50 kilometer per dag lopen. En straks bij de 60, dan gaan we echt naar de 30. Ik zie hier twee hele mooi uitgedoste mensen even vragen waarom zij er zo uitzien. Omdat het feest is en hoe leuk is het om een lach op gezicht te zien van de mensen in het publiek. Dus dit is eigenlijk ons cadeautje aan de mensen die hier langs de kant zitten. En wie is dan de creatiefste van de twee qua bloemen en de hele make-up? Dat ben ik. Ja. U heeft ook voor de gladion gekozen als ik het goed zie? Ja, inderdaad. Ja, nee, dat is de bloem van de Vierdaagse. En ik ga elke dag, heb ik weer iets anders aan. Maar niet echte wandelkleding van een korte broek en een shirt. Nee, elke dag iets anders? Elke dag iets anders, ja. Ja, ik sta hier bij René en bij Michel en ze willen opvallen. Ja, wij willen heel graag opvallen voor ons goede doel. En dat is Fieldwork Foundation uit Nijmegen. Daar willen wij opvallen. En we vinden het zelf ook leuk om op te vallen. Want een beetje een connectie met het publiek, met iedereen, is gewoon hartstikke mooi. Het is fantastisch. En dat help je weer een beetje doorheen. Oké, dus met het opvallen heb je energie om door te gaan. Ja. Absoluut. En ook, ik krijg energie van de mensen die langs de kant staan, die je aanmoedigen. En ook de kandidaten. Wij hebben Ivo op de achterkant staan. Bijna niemand weet wat het betekent. Ik wil onderop, heb ik al gehoord. Dat andere zou ik niet zeggen. Maar dat soort opmerkingen. Dus je bent altijd aan het communiceren met elkaar. En je bent ook weer wat metertjes verder. Zeg Michel, ik heb toch sterk de indruk, hè, zomaar even hoor, dat doordat René zo is, hoef jij verder niet op te vallen. Hij valt op voor jullie beiden. Dat klopt, hij praat altijd het meeste. Maar hij is ook onze bendeleider, want hij is de voorzitter van de organisatie. Hij trekt bij ons in de kar, zeg maar. Maar alle anderen die gaan lekker mee en doen lekker mee. We zijn met 40 man, dus we vallen heerlijk op met z'n allen.